It's all I wanna do. Welkom bij weer een nieuwe Supply Drop opening hier op Mike in de Home Chest. Natuurlijk, vandaag gaan wij weer ongeveer 26 Supply Drops openen. Want ik heb op dit moment 265 crypto keys. Dus we gaan gewoon gelijk naar de Black Market nu. Zullen jullie zien jullie links onderin dat ik er 265 heb op dit moment. Het is natuurlijk dat je er heel veel krijgt per potje. Maar ik ga het nu gewoon openen. Omdat dadelijk, als ik er dadelijk bijvoorbeeld net geen 300 heb en het is afgelopen, het juist weer zo lang gaat duren. Dus we gaan gewoon gelijk beginnen met het openen van deze kistjes. En we gaan kijken wat we natuurlijk weer gaan uitkrijgen. Of we wat mooie dingetjes uit gaan krijgen voor onze wapens. Nou, dit wordt drie keer helemaal niks. Dus laat niet vooraf je blauw duimpje omhoog. Natuurlijk helpt mij enorm. Dan ben ik weer helemaal blij natuurlijk. Als we 60 likes kunnen halen, is het helemaal prima. Zullen we zien. Mooie pixel camera voor de ICR1. Die wil ik eventjes zien. ICR1, je hebt hier een klas. Camo's, Black Market. Pixel. Nou, ik vind gewoon de Transgestion die ik altijd al gebruik veel mooier. Dus we gaan gewoon verder met de volgende supply drop natuurlijk. Ik open altijd common supply drops omdat die altijd gewoon de beste zijn. En 9 van de 10 dingen die ik nu krijg heb je al natuurlijk. Want voor elke wapen heb je dezelfde camo. Dus er is in ieder geval genoeg te unlocken natuurlijk voordat ik, als ik eventueel master precies ben. Hier heb je de Christmas present. Nou, heel mooi. Het is bijna kerst, dus super tof, Call of Duty. Maar, de M8, let's go. De M8 Hallucination camo. En de Legendary Odin Rapid Fire variant. Maar dit is mooi, want de M8 gebruik ik best wel vaak natuurlijk. Alleen vind ik de camo Hallucination niet heel erg mooi. Beter krijg ik gewoon die Transgestion op de M8. Violent camo op de Haymaker. En daar wil ik binnenkort ook een video mee gaan opnemen. Dus wie weet, binnenkort online met de Violent camo. Nou. Oei, Vesper Quick Draw variant. Kijk, ik vind dit gewoon heel erg leuk gedaan natuurlijk in de Call of Duty. Dat ze geen betere wapens geven, maar gewoon mooie dingen voor op je wapen. Je ziet waarschijnlijk niet het verschil. Dat gaan we straks wel even kijken. Wat kunnen we nu wel doen? Ik heb de Vesper ergens aanstaan als het goed is. Ja, hier. En dan heb ik waarschijnlijk nog geen Quick Draw. Oh ja, ik heb wel Quick Draw. Dan kwam hier. Oh joh, hier zit wel het verschil, gek. Nou, ik weet niet wat het verschil eraan is. Of die ook weer sneller inzoomt, dat geloof ik niet. Maar ik vind het gewoon sick dat ze dat erin brengen. We gaan natuurlijk gewoon verder met onze supply drops. Een hele Chinees voor de VMP. Nog een VMP. En de Sky Battery Boost Body Team. Nou, helemaal mooi natuurlijk. Helemaal mooi. Weer een calling card. Ik gebruik de Faro nu echt fucking goed. Als je de video van dinsdag nog niet hebt gezien met de Faro, moet je die echt even gaan kijken, jongens. Holy shit. Hey, deze zet ik erop, want deze vind ik wel mooi. Deze vind ik wel sexy. Oké, let's go. We gaan weer verder natuurlijk. We hebben nog 17 supply drops te gaan. Let's go. Bam. Bam. En bam. Boom. Deze is echt fucking chill. Oké, wacht. Ik moet hem even gebruiken. HVK 30 gaat even weg. Manowar, camo's. Holy shit. Het is gewoon lava erin of zo. Kijk ook deze nog, maar holy shit, jongens. Damn, deze is gaaf, gek. Hey, deze ga ik ook gebruiken nu ook, jongen. Holy shit, ik ga gelijk een goede klas van maken. Doe maar grip en stok. Oh, wacht. Dat kan niet. Dan halen we scavenger gewoon weg. Zo. En dan doen we even die erop. En dan... ja, dan doen we nog even een granaatje erbij of zo. Oké. Holy shit. Echt een super mooie camo natuurlijk. Die hebben we ook op, bijvoorbeeld op de M8 gewoon. Dat zijn dan mooie camo's om te krijgen. Nou, hier heb je niet zoveel aan gewoon. Allemaal van die standaard dingetjes, weet je. Het is wel leuk om ze allemaal op een gegeven moment te hebben. Dus je moet ze op een gegeven moment wel allemaal hebben voor als je bijvoorbeeld master precies bent of zo. Dus het is wel mooi dat je overal uit kan kiezen. Dus we hebben nog een heel jaar te gaan natuurlijk. Ik ben al bijna master precies, zoals jullie zien. Althans, zullen jullie zien, dat laat ik daar wel zien. Ik ben nog 2 precies of 3 precies van verwijderd. Nou. Headshot. Reaper Tweet Gasher. Oh, wacht. Reaper. Die gebruik ik altijd. Hey, deze ga ik gebruiken, jongens. Holy shit, die is fucking OP. Oh, wacht. Ik wil geen potje winnen.
Ik wil nog even door met supply drops gaan openen. Die is echt fucking biggie. Die heb ik al. Die heb ik ook al. Althans, die kan ik had ik al. Die hadden ze ineens. Ik heb ook nog niet. Boom. Boom. Maar jij hebt ook niks aan. Hoeveel kunnen we nog openen? Nog 11 supply drops. En dan is deze aflevering alweer voorbij. Ja, ik gebruik net een SVG 100. Dus ik heb er niet zoveel aan. Ik heb er niet zoveel aan. Ik wil gewoon mooie camo's hebben, jongens. Geef me mooie camo's, Call of Duty. Nou, ook wel een mooi pakje. Vind ik ook wel mooi. Maar we gaan er gewoon even doorheen knallen, natuurlijk. Deze heb ik net al gekregen. Deze kannenkaart heb ik ook al. En die camo had ik nog niet. Maar ik gebruik, zoals jullie al weten, nooit de SVG 100. Stealth camo. Hadden Chinese camo. En een field camo. Voor mij hebben we deze allemaal een keer gehad. Boom. Boom. En boom. Nou, ook weer niks. Kom op, nog 60 gaan. We knallen gewoon even deze laatste supply drops er doorheen. En dan hebben we Inferno camo. Dan hebben we Wipeout kannenkaart en de Timber RK5 camo. Boom. Boom. Service Tant. Talks Cheap. Ik heb een raar kennenkaart, maar ik wil even die Talks Cheap zien als je die vindt. Van Seraph. Dit is Seraph. En deze ga ik gebruiken, want ik word een beetje gek van die 54 Immortals. Kom maar. 54 Immortals. It's crashed all together. Oh, in position. Maar we gebruiken deze gewoon natuurlijk. En dan wil ik wel nog even de site gebruiken. Die wil ik in de volgende aflevering weer gebruiken. We hebben al heel vaak dat vrouwtje gebruikt. Lizard Decal, Spikes Decal en Raid Calling Card. Oké, we gaan er nog 3 doen. Ik ga daar de laatste met mijn ogen dicht doen. Deployment Calling Card, Verde KM44 en Contrast M8 Camo. Oké, we kunnen hierna nog eentje doen. I am done! Nooit! Holy shit! Punt 1, die is Sierra Camo, fucking base. En punt 2, de Monochrome Wear Epic, what the fuck het ook is, Camo. Woo! Let's go, Call of Duty. Let's fucking go. Monochrome. Ik vind het niet heel erg boy, maar ja, de Warthog vind ik iets mooier. Maar op de ICR 1 is toch wel echt de Sunshine Camo echt fucking mooi. Het lijkt natuurlijk heel erg op benzine wat over het wapen heen is gegoten. Dus die gaan we gewoon fucking gebruiken. En op. Na onze laatste supply erop, dus wacht. Even mijn headset goed doen, maar mijn haar ziet er niet uit. Oké, let's go. Yes. Ik wil even dicht en dan moet ik echt luisteren alleen. Dit is iets epics. Ik heb 1 epic ding. Hexed Paint Shop. Emblem Material. Ziet er wel mooi uit. Dit was dus de supply erop voor... Deze keer weer natuurlijk. Zullen zien ben ik precies 7 level 42. En daarbij sluit ik dus deze aflevering af. Mocht je nou doen deze video, laat even je blauwe duimpje omhoog. Dat natuurlijk ook maar enorm. En hoop jullie ook te zien bij de video van morgen. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer mensen. Later.